Een hele goede morgen al. Het is vandaag vrijdag 21 april 2023, als het goed is. En ik ga vandaag vloggen, dus kijk gezellig mee met deze vlog. Zo, dames en heren, ik heb me met een luie douche en ook weer aangekleed. Dus we kunnen eigenlijk naar beneden. Nou, maar moet je eens kijken wat een heerlijk lekker zonnetje er weer schijnt op deze vroege morgen. Dit hier is de mooie, prachtige zonsopgang. Een heerlijke start van de dag, of zoiets zal ik maar even zeggen. Dus ja, laten we naar beneden gaan. Inmiddels is het alweer 5 uur geweest, iets later dan 5 uur. Dus ik ben alweer een hele lange tijd weer thuis. En ik zat te denken, omdat deze vlog ook weer niet heel lang gaat worden, dacht ik van om dus weer eens een Q&A video op te nemen. En dat ga ik dus nu doen. We beginnen met de eerste vraag. Vraag 1. Hoe lang duurt het om een video te editen? Of een vlog te editen, hoe je het ook wilt noemen. Ja, mijn vlogs duren soms niet zo lang. Ligt eraan eigenlijk. Ja, hoe lang de vlog duurt. Kan zijn dat het, bij mij is het meestal vrij kort en snel. En alles is elke edit bij mij. Maar ik denk wel dat vloggers, echte vloggers, die ook dagelijks vloggen. Die hebben ook echt soms vlog van een half uur of zelfs een uur. En of ongeveer daartussen. En dat vind ik best lang. Ik heb nog nooit echt zo'n lange vlog gehad. Een dagvlog dan. Maar ja, dan moet je ook echt veel meemaken. Nog echt veel te doen hebben. Ook veel filmen. Maar ja, die doen eigenlijk ook niks anders dan alleen maar een dag filmen. Ik doe dat ook wel. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook gewoon mijn normale werk. En dan heb ik een hele werk hier ook van maandag tot en met vrijdag. En dan heb ik ook best wel een drukke week. Vandaar dat ik natuurlijk soms, sommige vlogs die echt heel lang zijn. Maar ja, ik probeer wel dagelijks te vloggen. Maar goed, om even terug te komen op deze vraag was eigenlijk van, hoe lang duurt het editen bij mij? Ja, bij mij duurt het niet heel lang. Soms wel, soms niet. Maar goed. Ja, ik ben meestal een paar minuutjes klaar. Maar goed. Ja. Ligt eigenlijk aan hoe lang de vlog duurt natuurlijk. Maar goed, we gaan door naar de tweede vraag. Vraag 2. Met welk editprogramma werk ik? Ja, ik edit niet als een vlogger op de laptop of weet ik het. Ik edit eigenlijk gewoon op de telefoon, op mijn eigen telefoon waar ik ook nu mee film, via de app InShot. InShot vind ik een hele makkelijke app. In het begin was het even kijken hoe alles werkt. Maar ik moet nu wel zeggen dat ik weet hoe alles werkt, hoe je echt een vlog moet editen. Dus dat weet ik eigenlijk wel. Ik heb ook ik wil ook eens proberen om het via de laptop te editen. Maar ja, daar moet je allemaal dingen voor betalen. En daar hou ik niet echt zo van. En gratis apps, ja, die vind ik niet echt, ja.
Maar goed, vandaar dat ik eigenlijk gewoon de app InShot op mijn telefoon gebruik. Dan hoef ik niks over te schakelen naar een andere laptop, weet je, hè? Dus ja, ik vind het best fijn, een fijne app trouwens, om mee te editen. Dus ja, we gaan door naar vraag 3. Vraag 3. Met welk editprogramma edit ik mijn thumbnails? Ja, ik edit dus eigenlijk alle thumbnails ook via de app InShot. Ik edit dus eigenlijk mijn thumbnails eerst op een andere, aparte app. Maar nu edit ik eigenlijk al mijn thumbnails ook via de app InShot. Dus ja. We gaan door naar vraag 4. Vraag 4. Is dat zwaar om dagelijks te vloggen? Ik moet zeggen, voor mij is het niet echt heel zwaar om dagelijks te vloggen. Maar ja, tenminste, voor mij is het, ja, wat is zwaar, ja. Wat bedoelen mensen met zwaar, ja. Ja, ik weet niet. Voor mij is het niet heel zwaar of vermoeiend of zo. Maar, ja. Voor mij is het in ieder geval niet heel zwaar om dagelijks te vloggen. Laten we het zo zeggen. Goed, dan krijg ik een beetje last van mijn arm. Maar goed, dus ik ga even de andere arm gebruiken. Dan heb ik in ieder geval even, hè. Dus ik vind het best wel knap hoe mensen, hè, zo'n echt een zware camera kunnen, hè. Echte vloggers hebben ook meestal een hele zware camera. Weet je, die dan zo of zoiets vasthouden. En ik vind dat echt knap hoe die dat kunnen, zo, ja, hele lange tijd vasthouden. Met één arm, minuten lang. Ja, ik vind het echt wel knap hoe die dat kunnen. Dat waren dus alle vragen. Ik sluit bij deze ook deze vlog maar weer af. Dus ik zou zeggen, vond je dit een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen, tot morgen weer een nieuwe vlog.